Hoe kijk je terug op je werk tijdens de COVID-periode? Ik kijk terug op de coronaperiode als een heftige periode. Als afdeling zaten wij in de eerste opvang van de patiënten, echt in de eerste golf. Dat was heftig voor iedereen, voor de afdeling, maar ook voor de patiënten die opgenomen werden. Alles was nieuw. We wisten niet wat we konden verwachten. Patiënten wisten niet wat ze konden verwachten. Naarmate de tijd vorderde, had je hele angstige patiënten, omdat ze ook vaak dingen in het nieuws zagen. En dan dus de enge dingen in het nieuws. En dus heel angstig op de afdeling waren. Ja, daar konden wij ook niet heel veel in doen. Want je wist zelf ook niet wat je moest doen, wat je kon verwachten en hoe het ging verlopen. Dus dat was heel erg schakelen. Dat maakte het heftig. Wat heeft het meeste indruk op je gemaakt? Jeetje, vooral de angst van patiënten. Ook wel de dankbaarheid die er in het begin was. Zeker bij de eerste golf. Dat was wel heel fijn. Maar ook hoe het daarna om is geslagen als het ware. Wat ook best wel wat indruk heeft gemaakt is gewoon de samenwerking op de afdeling. Met je eigen collega's en toch het aanpakken van wat er komen gaat. Je weet niet wat er komen gaat, maar je doet het toch met z'n allen en je doet het toch samen. Wat was nieuw voor je in je werk? Vooral het schakelen, het snelle schakelen, want de protocollen veranderden heel snel. De werkwijzes veranderden heel snel. Dus je moest heel snel weer de protocollen eigen maken en zorgen dat je up-to-date was. Alle regels, alle werkwijzes, alle manier van isolatiekleding, dat veranderde nog wel eens. Dus daar moest je heel erg in schakelen.